Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe les van Dynamic Activities. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jij ook. Als je er klaar voor bent, kunnen we beginnen. Doe je mee? Lief allemaal, welkom bij de tweede les van SOFA. De vorige keer hebben we in les 1 gekeken naar de 4 basisemoties. Ik heb jullie toen een kort verhaaltje voorgelezen waarin jullie gingen kijken welke emoties bij Tess, het stille meisje, speelden. En daarna hebben jullie, als het goed is, voor jezelf ook opgeschreven welke emoties jij de afgelopen tijd hebt ervaren. En wat er is gebeurd, welke situaties die emoties hebben uitgelokt. En daarnaast ook, wat heb je nodig als je een bepaalde emotie ervaart. Vandaag in les 2 gaan we kijken naar ruzies. Wat gebeurt er nou op het moment dat we ruzie hebben met iemand? En welke emotie speelt daar vaak een rol bij? Het doel van de les van vandaag is dat we duidelijkheid krijgen over het ontstaan van ruzies. En dat we leren te kijken naar de manier waarop we ruzies kunnen oplossen. Iedereen kan wel eens ruzie krijgen. Zelfs twee hele goede vrienden. En soms kan een ruzie heel erg lijken, alsof het nooit meer goed komt. Maar vaak valt dat heel erg mee. En is het gewoon een kwestie van zoeken naar een oplossing om er samen weer uit te komen. Goed, hoe ontstaan ruzies? Er zijn natuurlijk veel verschillende redenen waardoor ruzies kunnen ontstaan. Maar wat er eigenlijk bij elke ruzie gebeurt, is dat er twee partijen zijn die allebei iets anders willen en daardoor met elkaar gaan botsen. En dat is eigenlijk hartstikke normaal en zelfs ook gezond, dat je voor jezelf durft op te komen en dat je weet wat je wil. En misschien is dat niet hetzelfde als de ander. Dat is geen probleem. Het gaat er dan alleen om hoe we met elkaar praten en hoe we aan elkaar duidelijk kunnen maken wat we willen, zonder dat we daarbij de ander pijn doen. Nou, pak er even pen en papier bij. En schrijf voor jezelf het volgende op. Waar heb ik vaak ruzie over? Schrijf die vraag even op. Stop het filmpje dan en neem de tijd om daar even over na te denken. En dat wat er in je opkomt op te schrijven. Oké, de volgende vraag. Hoe reageer ik als ik boos ben? Oké, dus hoe reageer ik als ik boos ben? Ga je dan harder praten? Ga je schreeuwen? Ga je tegen dingen aanschoppen? Of ga je juist heel stil zijn en alleen in je kamer zitten? Schrijf maar even op hoe jij reageert als je boos bent. Als je ruzie met iemand hebt en je bent boos op iemand geworden, dan kan het goed zijn om even tijd voor jezelf te nemen om af te koelen. En als je wat rustiger bent geworden, om dan naar de ander toe te gaan en om de ruzie samen op te lossen. Nou, wat kan je doen om af te koelen? Wat er gebeurt op het moment dat we een emotie ervaren, bijvoorbeeld boosheid of verdriet, dan gebeurt er heel veel in ons lichaam. We kunnen heel warm worden of we kunnen heel veel gaan trillen of we kunnen gaan zweten. Er gebeurt van alles. Heel veel energie komt er in ons lichaam vrij. Wat we dan het beste kunnen doen om af te koelen, is om iets fysieks, iets lichamelijks actiefs te doen. Bijvoorbeeld door een rondje te gaan rennen, te gaan voetballen, te gaan dansen of even in je kamer op en neer springen. Wat het ook is, wat jou helpt om even die energie, of letterlijk misschien zo alles eruit schudden. Dat doen honden ook heel vaak. Als ze spanning in hun lichaam hebben, gaan ze alles schudden. Dus wat helpt jou om lichamelijk even alle energie eruit te gooien voordat je de ruzie gaat oplossen met iemand anders? Nou, stel je hebt al je energie uit je lichaam gegooid en je bent weer rustiger geworden. Wat doe je dan? Hoe ga je de ruzie dan oplossen? Stop het filmpje even en schrijf voor jezelf op welke oplossingen jij allemaal kan bedenken. Zo kan je bijvoorbeeld een grapje maken om de ander een beetje te laten lachen. Of iets aardigs zeggen, een complimentje geven. Maar je kan ook je excuses aanbieden en uitleggen waarom jij boos werd.
En misschien ook vragen aan de ander waarom de ander boos werd. Om zo naar elkaar te luisteren. Nou, om deze les even af te ronden, ga ik een kort verhaaltje voorlezen. Het verhaaltje heet Timo zegt sorry. Timo gaat spelen bij zijn vriendje Frank. Frank woont een paar straten verder. Mama brengt hem. Frank staat al op hem te wachten. Hoi Timo, zegt hij. Ze gaan met Lego spelen. Frank heeft in zijn kamer een hoge toren gebouwd. Timo wil de toren van dichtbij bekijken. Dan valt de toren om. Hij stort in. Wat doe je nou? Zegt Frank boos. Timo schaamt zich. Sorry Frank, het ging niet expres, zegt hij. Frank zucht. Help je mij dan met een nieuwe bouwen? Ja, laten we dat doen, zegt Timo. En dan spelen ze de hele middag verder. Heel kort verhaaltje. Maar ook in dit verhaaltje ontstond er even heel kort ruzie of een botsing. Frank werd boos. Timo schaamde zich. Hoe gingen ze het oplossen? Ze gingen samen een nieuwe toren bouwen. Nou, zo zie je, er zijn heel veel verschillende manieren om een ruzie op te lossen. En er zijn ook verschillende manieren waar een ruzie door kan ontstaan. Nou, nu je hier in deze les wat langer over hebt nagedacht en zelfs dingen voor jezelf hebt opgeschreven, kan je de volgende keer, als er ruzie ontstaat, voor jezelf nagaan, waardoor is deze ruzie ontstaan? Welke emotie voel ik nu? Nou, misschien ben je boos. Dan weet je, oké, als ik boos ben, dan ga ik niet meteen reageren. Ik ga eerst voor mezelf even afkoelen. Als je dan bent afgekoeld door een beetje te gaan rennen, te dansen, te springen of wat dan ook, dan weet je van, oké, het is tijd voor een oplossing. En vaak weten jullie kinderen het beste wat een oplossing is. Als je maar met elkaar gaat praten en als je ook maar allebei je excuses aanbiedt, zodat de ander weet dat je het niet slecht hebt bedoeld. Nou, tot zover de les van vandaag. Ik vind het super knap dat je de tijd hebt genomen om hierover na te denken en voor jezelf dingen op te schrijven, want dat is niet altijd even makkelijk. En misschien vind je het fijn om er nog even met iemand over te praten. Doe dat dan ook. En dan gaan wij in de derde les weer verder. Tot dan. Dit was het weer voor vandaag. Leuk dat je erbij was. Doe je de volgende les weer mee? Graag tot dan!